Suárez. Jansen helemaal vrij. Die heeft hem gewoon vrij voor zijn linker nu. Om eens uit te halen. Jansen. En wat een blunder van Room. Hij juicht er zelf amper om. Theo Jansen. Hey, dit leek nergens op. Maar het is wel 1-0. Zijn reactie zegt genoeg. Ja, moet ik hier nou blij mee zijn. Een mislukt schot. Makkie voor de keeper, maar Room krabbelt hopeloos. Wat een fout van de keeper van Vitesse. Komt daar niet langs. Chadli gezien dat De Jong diep is gegaan. Mooie bal van Chadli. Rajkovic legt De Jong neer. Penalty. Twente lijkt... Zelf gaat hij hem nemen. Luc De Jong voor 2-0. En het is 2-0. Rajkovic met de overtreding. Klomp die terecht de strafschop geeft. En zo kan je een half uur amper goed spelen. Maar wel met 2-0 voorstaan. Heel beheerst. Geen kans voor Rome. Van Jansen is goed, daar is De Jong en die gaat er zomaar weer in. Jansen krijgt het denk ik achter zijn naam. Hij wijst althans meteen naar Jansen. Vraag me af of De Jong de bal aanraakt. Het is 3-0. Wat gaat het dan makkelijk. En Ferrer ziet de bekerdromen van Vitesse uit deze pad. 3-0 van de Sint-Truiden. Hier geven ze hem aan De Jong. Raakt hij hem überhaupt? Dat is de vraag. En volgens mij niet hoor. Hij wijst ook meteen naar Jansen. Dat kan of zijn voor de goede paas, maar of volgens mij moet jij hem achter je naam krijgen. Ja, hij raakt hem niet. Gewoon het doelpunt voor Theo Jansen. Leuk dat De Jong hem volgens de stadionspeaker achter zijn naam krijgt. Ik geef hem toch echt aan... Goeie bal, Chadli. Maar dan meegeven aan Buijsen. Voor het doel De Jong en Rosales. Nou, een balletje Leuvers, legt klaar. Chadli. Weinig ruimte voor een schot. Dan maar de paas. Simpel 1-2, maar wat een mooi doelpunt. 4-0. Het is kinderlijk eenvoudig, maar het is heel mooi uitgespeeld. Twente dendert in het laatste kwartier van de eerste helft over Vitesse.